Ja, een week. Ik word daar zo... Ik begrijp ik nou niet, hè. Ik ga er, hè, als je mij toch leuk... Als je het hoort beginnen, denk je... Nou, die man heeft er zin in. Dan heb ik nog geen twee woorden en hoppa... Komt er alweer iets in dat je zegt, hè? Er is een belangrijke brief binnengekomen. Van de advocaat van Henk Dulles. De advocaat van Henk Dulles? Ja. Wat krijgen we nou weer? Wat is dat? De advocaat van Henk Dulles? Ja, omdat je hem vorige week de straat opgegooid hebt. De straat opgegooid? Ik gaf hem een duwtje. Goedemorgen, hè? Goedemorgen allemaal. Wat een reis was het weer, zeg. Zijn we al begonnen? Met hem mijn schoenen uit, hoor. Lachelijk advocaat voor Henk Dulles. Heb een wiples. Wiples? Wie heeft een wiples? Hoor je dat, Toos? Ja, ik hoor het net. Henk Dulles. Ach, nou, dan had hij ons toch geen de bellen. Maar ja. Wij zijn ook nog wiples. Precies. Het gaat er niet over. Het gaat erover dat Henk Dulles... die heeft een advocaat in de hand genomen... omdat hij zogenaamd vorige week... door mij de deur uitgerost zou zijn... terwijl ik een duwtje gaf. Goedemiddag. Hier is Henk Dulles. En hier is mijn advocaat. Oh, heb je advocaat meegenomen? Een advocaat? Ik zal zeggen, goedemorgen, heren. Mijn naam is meester... Gerrit, komt u voor de wiples? Voor de wiples? Ja, voor de wiples. Nou, zo meteen misschien even, mevrouw. Ik kom, mag u allemaal voorstellen. Mijn naam is Gerrit Duister, meester Gerrit Duister. En ik kom hier namens mijn cliënt. Hoe heet hij? Henk Dulles. Ja, ga jij hem nou even aanzien. Wat slaat het nou op? Hij kon niet op zijn naam komen. Nee, nou, ga hem helpen. Hè? Ga hem helpen. Rij met hem mee. Ik kom dus namens de heer Henk Dulles. Henk Dulles. En zijn ukulele. En de ukulele. Ik spreek namens ook namens de ukulele. Zeker, zeker. En ik heb hier voor u een dagvaarding. Dagvaarding. De groot. Dank u zeer, een dagvaarding. Waarin de heer Dulles u beschuldigt van zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Zeer zwaar. Tijdens het belemmeren in het uitvoeren van zijn dat werk. Dat zegt u verkeerd. Het is het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en het belemmeren in het uitvoeren van zijn werk. De groot. Zo kan je het ook zeggen, inderdaad. Dat is ook. Maar het komt er in ieder geval op neer dat u in staat van beschuldiging bent. Alsjeblieft. Lachelijk, hij staat hier met een dagvaardig in mijn hand. En tevens wou ik u nog even opwijzen dat u, totdat de uitspraak van de rechter is geweest... Komt-ie. U de heer Dulles niet mag belemmeren in het uitoefenen van zijn vak. Juist. Van zijn vak. Inderdaad, het is een vak. Dus ik zou zeggen, ukuleles, kom maar weer in. Ik laat het hier niet bij zitten, natuurlijk. We gaan het laatste woord al niet overgesproken. Het huisje heeft nog een staartje. In de rollen gaat hoe, daar gaat hij. En kom maar. Lachelijk gedoe. Goedemiddag, dames en heren. Hier is weer Henk Dulles en de ukuleles. Het is weer tijd voor Dik voor de Gaal Actueel. We gaan weer overschakelen naar onze verslaggever ter plaatse. Hier is Harry Nack. Hallo, Harry. Harry, ben je daar? Hallo, Harry, kom er maar in. Harry Nack. Harry. Je bent in de uitzending. Hallo, Harry Nack. Hallo. Hallo, hier is Harry Nack. En dat was het dan weer. U heeft weer geluisterd naar een nieuwe aflevering van... We zijn nog maar. Hallo. Dulles, houd toch op. We zijn nog niet eens begonnen. Harry Nack, een paar antwoorden kunnen zeggen. Rap dan maar gelijk weer door met die ukulele. We slaan hem allemaal op. We moeten nog eerst gewoon een analige reportage kunnen doen. Rustig. Ik heb het niet uitgekomen. Ik heb zoeken, hoor. Tot de hoogste gaat. Dat gaat tot de hoogste raad. Niet nog hoger. Niet nog hoger. Anders ik wel. Rustig. Ik ben erg blij met deze uitval. Want daar gaat mee in het dossier. Gaat mee in het dossier. Juridisch staan we ijzersterk. Ja, dat zal wel. Dat zien we dan wel weer. Dik. Ja, wat is er nou? Harry Nack was aan de lijn. Alweer? Ja, die was net aan de lijn. Oh, hallo Harry, hoor je mij? Hallo, hier is Harry Nack. Harry, waar zit je? Ja, dan moet ik even om me heen kijken. Ik zit hier in Woudrichem. In Woudrichem? Ja, ik ben hier voor de intocht van Sinterklaas. Harry, je was vorige week al in Woudrichem voor de intocht van Sinterklaas. Oh ja? Oh, ik denk al, wat komt het allemaal bekend voor hier? Lekker, maar waarom ben je nou zo lang in Woudrichem? Wat doe je daar al die tijd? Opdrogen. Opdrogen, hè? Ja.
Ik was in het water gevallen vorige week. Ach ja. En zijn ze hier met mannenmacht bezig geweest om me droog te krijgen. Want ik was door en door nat. Ja, maar hoe ging dat dan? Nou, hebben ze me uit het water gehaald. Ja. En toen hebben ze me onder een warme douche neergezet. Nou, dat is toch prima. Dat en toen werd ik nog natter. Ja, maar Harry, dat is toch... Ik was niet meer droog te krijgen. Nou, dat overkomt mij ook wel eens, hoor, Harry. Toos. Nou, hoe voel je je nu, Harry? Hoe voel je je nu? Ja. Nou, ik ben helemaal droog. Oh. Maar ik voel me wel misselijk. Oh ja? Hoe komt dat dan? Ik kom net uit de centrifuge. Ja, en dan is het nu de hoogste tijd geworden voor... Goedemorgen, mensen. Hé, is er nog een fax voor me geweest? Daar is hij. Is het nou niet mogelijk dat we gewoon eens een keer normaal binnenkomen? Hè? Het komt met allerlei lichamelijke geluiden binnen en het programma is haast afgelopen. Nou, dan ben ik in ieder geval op tijd. Oh ja, maar joh. Ja, wat is er, joh? Ik heb een beetje een probleempje met... We hebben allemaal wel eens problemen, zo, de metro. Ja, ik heb hier een doos met een legpuzzel. Met een legpuzzel? Ja. Oh, gezellig, met een legpuzzel. Ja. Daar ben ik al toch goed in, hè? Met een legpuzzel. Dat heb ik jaren, avond en avond gedaan. Nou, wat is het dan met die legpuzzel, joh? Ja, ik krijg de stukjes die in elkaar. Krijg de stukjes die in elkaar? Maar ga eens even kijken dan. Je gaat ze even plat op tafel leggen. Ja, heb ik hier. Ja. Kijk, ik heb hier de doos met het voorbeeld erop. Oh, het voorbeeld. Ja, een haan met een ontbijtbordje. Een haan met een ontbijtbordje? Ja. Dat zie ik niet, al die stukjes. Dat zijn dus gelijk ook op elkaar, ja. Al die stukjes. Mensen. Ik begrijp er geen hol van, mensen. Dat is zo gek, ze zijn allemaal dezelfde kleur. Maar ja, daar zie je haast geen verschil ook natuurlijk. Dat is mensen. Zullen we die doos met cornflakes weer gewoon terugzetten in de kast en verder gaan met het programma? Cornflakes? Ja, we zitten cornflakes in elkaar te schuiven. Oh. Doos, en nou is het! Wat een klapper, ziek, heb en twee. Vroeger had ik zwarte, maar nu deze wit. En niet te onderscheiden van mijn gebit. Ik heb grote witte wapen. Oh, wat een grote klapper. Ik doe toch eens wat een flapper. Wat een grote witte wapen. Grote witte wapper, ik zei het al. Kijk eens wat een klapper, twee in getal. Vroeger had ik zwarte, maar nu zijn ze wit. En niet te onderscheiden van mijn gebit. Oh, wat heb ik nog een klapper. Wat een grote witte wapper. Oh, wat zijn er toch een klapper. Hele grote witte wapper. Oh, dat is zo, gaan we even. Is het nu de hoogste tijd geworden voor een belangrijk onderdeel in het programma? Let op, Pip. Prijsvraag! Daar hebben we dat weer, die prijsvraag.
kunnen we nou niet even door, mensen? We hebben nog zoveel belangrijke dingen. Nou, die prei, even snel, ik heb maar, toch, kom op dan. Dienstmededeling, Dick. Dat doet toch iedereen een dienstmededeling? Ja, ook dat nog is, een dienstmededeling? Dit waar is de laatste prijsvraag in oude stijl. Hoor je dit dat is de laatste prijsvraag in oude stijl. Wordt opgegeven. Ja. Mooi, dan gaan we gauw verder met het programma. Want we hebben nog een heleboel boodschappen thuis op de gang staan. En een van de eerste. Adriaan Hogendoren. Gaat gewoon uit door. Hollandse Rading. Hij wordt ook niet eens geluisterd. Heeft mij op gestuurd. Adriaan Hogendoren heeft geschreven. Het maakt muziek en het zit op het dak. Het maakt muziek en het zit op het dak. Nou. Een dakkapel. Ja, we zien ze maar, mensen. We zien ze maar, hè. Komt er maar achter, hè. En dan wist jij... Ik schrijf ze allemaal weer op, hoor. Ik vind ze erg leuk, ik ga ze bundelen, week, ik ga ze bundelen. Ja, ga ze maar, schiet nou maar op. Kom op naar de groot. We hebben een beetje tijd. Vraagt Hans de Knecht uit Doetinchem. Hans de Knecht uit Doetinchem, wat wist jij dat Raymond van Barneveld een nieuw televisieprogramma gaat presenteren? Dat weet ik niks. Van, heeft hij een televisie... Die pijltjes gooien? Ja, de postbode loterij. De postbode loterij. Ja, we zitten maar, mensen. Ja, we zitten maar. Heel erg leuk, de postbode loterij. Ja. En, ik begrijp het helemaal niet. He, dat is toch duidelijk van de postcode loterij. Ja. De postbode. Ik ga dat allemaal niet uitleggen. En die Raymond van Barneveld, die is postbode. Ja, die is postbode. Ja. Daarom is dat grap. Dus daarom is dat grap. Elke grap zo moeten gaan uitleggen. En deze is... Niet iedere keer! Kom op, nou de groep! Wist jij dat ze in België een nieuwe tv-serie gaan maken over een incontinente hond? Hè? Ja, een tv-serie over een incontinente hond. Incontinente hond? Wat zijn we voor onzin? Incontinente hond? Plassie. Plassie? Hebben we het gehad? Nee, ik heb hier de winnaar. Ah, gelukkig, daar komt hij weer. Nou, daar is er weer de hoogte tijd voor! Goedemiddag allemaal, daar ben ik eventjes. Ik kom weer even speciaal. Hé, kijk nou eens wie daar zit. Gernot Heusenburg, joh. Kijk nou even, Gerrit Duister. Ja, ik kom hier elke week, joh. Hoe kom jij nou weer binnen? Even klussie, weet je wel. Die twee hebben een beetje mot met elkaar. Dan kan ik even een slaatje uitslaan. Even zakken vullen. Nou, even zakken vullen, ja. Ook zakken vullen. Het kent elkaar al. De firma List en Bedrog is weer binnen, hoor. Hey Dick, zou het leuk zijn als Gerrit Duister deze week te winnen? Nou, laten we nou niet de hele criminele wereld erin gaan betrekken. Hè? Laten we het nou nog een beetje beperkt houden. Hè? Dan komt alles alweer. Hè? Daar gaat het over, meneer De Groot. Want ik kan het er wel even bij hebben, natuurlijk. Even. Wat schuift het? Dit is er weer door. Ja, maar wat schuift het? Wat tik het af? Begrijp je wel? Het gaat mij om de pingels. Ik bedoel, ze vragen mij zo vaak voor dat soort dingen. En dan is er altijd wel een klokkie of zo. Mensen. Klokkie? Of een mooie vulpin. Dat het altijd wat oplevert. Begrijp je wel? We hebben een rugzak. Ah, een rugzak. Hij heeft een beetje gevuld met een beetje spul. Ja, er zitten veel hebben-dingetjes. Hebben-dingetjes. Dat is wat wel van mij. Dat doe ik wat van zo'n rugzak. We zitten op het hellende vlak nu. Ja, het is eigenlijk natuurlijk mijn taak, hè, want ik zit hier met mijn handel natuurlijk. Met mijn handel, mensen, zitten hier nou met een illegale kinderboerderij, of hoe zit het nou? Oh, gezellig. Nou, zeker, heb je ook van die likmuizen? Mensen, kunnen we even bij het programma blijven? Likmuizen. Het was een rommeltje allemaal, het wordt allemaal geregeld, het is toch niet, de kant er niet allemaal over. Mensen, hier zit hier al rondom microfoon, iedereen hoort dat. Hier is de winnaar. Hier is de winnaar. Ik zal even voorlezen, is dat hier waar u uw duim hebt zitten? Dat is geworgen. Adriaan Hogendoorn. Hogendoorn. Uit de Espadoren-Porrenlaan. Kan niet eens lullen, het kan niet lezen, het kan niks. Hollandse Rading. Ja. Nou, die heb gewonnen dus. Nou, gelukkig. We zijn er al gauw vergeten. Een trosrugzakje. Een trosrugzakje. Gevuld met allerlei. Had je nog handel, Leo? Ik heb zeker. Maar u hebt al gelezen waarschijnlijk in de krant dat de helft van de flitspalen langs de wegen, dat die allemaal, daar zit geen toestel in. Die zijn er dus zonder, die zit geen fototoestel in. Oh nee, hoezo? Nee, die heb ik eruit gehaald.
Die heb ik eruit gehaald. Dat is toch gewoon, hoe heet dat? Handel? Ja, maar je gaat... Ja, laat maar gaan. Pure wat heb je met die toestellen gedaan, Nou, die heb ik dus momenteel heb ik die dus in de aanbieding. Oh, en ik heb aanbieding. Hier zo'n toekijkheffer. Dat is wel wat natuurlijk. Hè. Dat ziet er mooi uit, ziet u wel. Die toestellen uit die flits. Ja, dat, is dat valt heel erg mee. Dat zal maar zeggen, dat valt heel erg mee. Ja, dat zal wel, natuurlijk. Dat valt allemaal mee. Mag ik eens kijken? Ja, kijk, u voorzichtig. Hè. Het is een duur apparatuur. Mooi camera. Waar zit het knopje om de foto te maken? Welk knopje? Een knopje om de foto te maken. Nee, dan zit hier geen knopje om een foto te maken. Nee, dat werkt niet bij deze toestellen. Zo gaan ze niet. Oh. Ja, maar wat moet ik dan doen als ik een foto wil maken? Ja. Dan moet je daar heel hard voorbij lopen. Verder, want we hebben de nieuwe opgave, Dick. Te doen. De nieuwe opgave. Nieuwe opgave? Ja, wat krijgen we nou? Wat nou weer nieuwe opgave? Voor de prijsvraag. Ik was van de week in het archief op verzoek van veel fans. Hij was in het archief. Zat met zijn kop in een vuilnisbak. Ja. Hij was in het archief. En dan heb ik de prijsvraag van vroeger gevonden. Oh, de prijsvraag, ja, maar dat was vroeger. Dat ging met zo'n pick-up. Dat hebben we nou niet meer. Ja, maar die heb ik op de kop weten te tikken. Wat heb je op de kop weten te tikken? De oude platen. Wat is dat voor nou weer voor een ding? Hier, komt hij op. Wacht even, ik zoek hem even. Wat ziet dat eruit? Dat is een oude platenspeler. Nou, dat kan je wel zeggen. Kom je met een oude pick-up binnen? Wacht even hoor, ik zoek hem even. Ik vind het niet zo prettig aan je oren allemaal. Je zal toch thuis zitten te luisteren? De Groot, wat ben je aan het zoeken allemaal? Ik zoek de vraag van deze week, Dick. De vraag van deze week? Waar komt die aan, Dick? Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Wie is toch dat snoesje? Is het meisje van de drummer van de band. Oh, dat was het antwoord. Wacht even, sorry. Wacht even. De Groot, sorry. Hij staat in het etiket! Ja, ik wil het niet zo gezond weer. Wacht even, ja. Zo. Lachelijk, hè? Dus de vraag van deze week is... Wie is Loesje? De vraag is wie is Loesje? En u kunt uw antwoord sturen wie naar... Wie is toch dat snoesje? Schrijf het op. Postbus 28450. 28450? 1202. LL. LL. Lekker lachen. Ja, Hilversum. Of e-mailen naar Dick voor mekaar. Ja, jongen, wat een verhaal. Apenstaartje tros.nl. Ja, dus Dick voor mekaar, apenstaartje tros.nl. Ja, dat is heel leuk om te vragen wie is Loesje. Nou, dat is geweldig. Als je dus per briefkaart doet, Dick, dan moet je het eerder insturen dan e-mail. Want e-mail is sneller. In Amerika zijn ze nog steeds bezig met het tellen van de stemmen. En het leek mij leuk om eens even zo'n man die daar in Amerika, die daar zit te tellen, om daar even een gesprek. Dat heb jij geregeld, hè, De Groot? Jij hebt zo'n man, je hebt contact met die man daar, hè? 7721, 7728, 7729, 7730, 730 seconden. Hallo, wie doet dat nou? Daar zit ik en ben ik er bijna voor het stapeltje heen. Dan word ik er heel opnieuw. Hallo, drie, meneer Bottleneck. Kunnen we u misschien even hallo? Twee tellen interviewen? Ja, ik zit te tellen hier. Hè. Ja. We zijn heel druk bezig met de stemmen tellen nog steeds. Ja. Hè, natuurlijk, want het is nog steeds niet rond. Gaat maar door, hè. We willen in Nederland graag even weten waarom ze u hebben genomen om dat ja, te doen. Waarom nou, ze hebben mij niet alleen genomen, maar ze hebben me eigenlijk... Nou, ik stond ervan verbaasd, want als kind kon ik nog niet tot 10 tellen. Nou zit ik hier te tellen, hè. Ja, leuk is dat. Ja, dat, maar het is heel, heel oplettend werk, hè. Je moet goed op je tellen passen, zou maar zeggen. Begrijp je wel? Absoluut. Ja, en waar heb u dan tellen geleerd? Ik heb, nou, ik heb leren tellen. Beroepstellen heb ik geleerd in een café. In een café? Oh, ja, met afrekenen van de dingen en zo. Nee, met 8, 19, boer, klaver, aas, schoppenvrouw, weet je wel. Oh, op die manier. Daar heb ik mee leren tellen. Ja. En hoe bevalt het nou? Nou, het bevalt helemaal. Ik word er zo moe van, want dit wat vervelend is. Iedere keer als ik denk ik ben klaar met tellen, dan roepen ze weer, jongens, we gaan weer helemaal opnieuw tellen. Ja. Nou, daar word je niet blij van natuurlijk. Nee, daar word je niet blij van. Nee. Ik word er zelf een beetje verdrietig van, zal ik u eerlijk zeggen. Het gaat steeds opnieuw, hè. Ja. Telkens weer. Tellen we alles weer. En daarna nog een keer. En daarna nog een keer. Telkens weer.
ik denk, wanneer stoppen we nou een keer? Daar gaan we weer, dus telkens weer, tellen we alles weer. Eerst gaat dat als een speer, maar meer. Ik de tel kwijt, telkens weer. Nu weer op 1. Meester Frank Visser die bemiddelt in conflicten tussen burgers. Soms lopen de emoties hoog op, de rijdende rechter. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Ik heb toch een afspraak met iemand? Moet het nou werkelijk zo? Ik vind dat niet normaal. Als mensen zo mij gaan blazen... Dat bestrijd ik. Nee, nou moet je toch... Ja, dat was interessant natuurlijk. Hè? We gaan even, dat leek mij leuk, dat is elke week op de televisie... even een ritje maken met de rijdende rechter. Oh, achter de auto, jongens, dus kijk mogen even. Mogen ook mee? Gezellig, iedereen gaat mee. Leuk, mag ik ook mee? Hé, hey, Harry, waar kom jij nou ineens vandaan? Ik dacht, ik op een ander. Ga je zo met Joop er niet? Maar die is even naar de supermarkt. Die moest nog boodschappen doen. Oh, maar Joop is even naar de supermarkt. Nou, dat is jammer. Een feestje, die kan niet mee. Naar de rij, waar jongens, zitten we allemaal? Ja, ik zit lekker achterin. Nou, is het ook gezellig, hoor. Ze zeggen, leuk in de rechter zit aan. Ja, hoor, dat is gezellig. Ze wijven niet, hè. Daar gaan we, jongens. Hou je hoofd vast, hè. Hou je vast. Ja, daar zijn we. Puinhoop, zeg. Wat een gekke huis. Wat een idioot. Wie is die halve zool? Ja, dat is de rijdende rechter, ome Joop. Rijdende rechter? Daar zijn we hier lekker mee met die rijdende rechter. Hij rijdt me helemaal van de sok. Ik loop gewoon boodschappen te doen in de supermarkt. Komt die halve zool met wagen en al in het gangpad hier. Ik heb mijn hele karretje zo'n barrels. Ja, dat is wel een enorme puinhoop geworden, de rijdende rechter. Hoe gaan we dat? Ja, hoe gaan we dat oplossen? Ik bedoel, het hele karretje van ome Joop leg ook in elkaar. Wat doen we met het karretje? Het karretje, daar gaan we het om vandaag. Ja, daar gaan we het om. En, nou ja, eenvoudig karretje. Eenvoudig karretje, eenvoudig. Jij bent eenvoudig. Je komt met een auto in supermarkt binnen, halve zool. Je rijdt mijn hele karretje in elkaar. Dat moet jij betalen. Waarom zou ik nou de schade moeten betalen? Nou, wie zou het dan moeten betalen? Het enige is, en over die vraag ga ik mij dus nu beraden. Wie die schade moet dragen. Nee, nou, dat is een antwoord. Daar ga ik nog over nadenken. En dan zie ik u binnen niet al te lange tijd vertrouwen. Nee, nou, wat jij allemaal van! Dan gaat hij eruit maken wie er gaat betalen, joh! Nee, dat lijkt me toch een duidelijke zaak niet! Het is helemaal gek geworden, ik vind dat niet! Zo, de wiet er allemaal, ik word er helemaal gek van! Hallo, waar gaan we naartoe, mensen? Waar zijn we nou weer? We zijn in de rechtszaal. Hier is meester Frank Visser. Rechtszaal, is de rechter, die gaat even uitspraak doen. Hij is zelf de schuldige, dat kan toch nooit? We hebben hier wettelijk gezien te maken met bruikleen. Bruikleen. Want het karretje is voor niets uitgeleend. En dat is van belang. Want daarom is artikel 1790 van het oude boek 7a van het burgerlijk wetboek van toepassing. En dan zult u begrijpen, dan gaat de rijdende rechter niet anders beslissen. Daarom dat de vordering moet worden afgewezen. Ah, wat zegt hij nou? Wat zegt hij nou? Dat de vordering moet worden afgewezen. Afgewezen? Dat is een afspraak. Daar zult u voor toe. Ik ben groot! Ik ben
30 seconden van meneer De Groot. Wat zei ik dan? Meneer De Groot? Ja, natuurlijk de 30 seconden van meneer De Groot. Nou, schiet nou op, meiden, want we hebben nou genoeg meegemaakt in deze show. Yes, en dan dit ook de nog Groot. Die flauwe kulk dacht me dat me dat bespaard zou ik blijven. Ik heb voor nee, al mijn fans... Komt er gewoon weer door. Een ik hele denk, nou, trieste mededeling. Het is geweest, hij is allemaal af. Nee hoor, hakt er gewoon Ferry weer. Ferry Maat stopt per 31 december bij de NCRV. Wat zeg je nou? Ferry Maat stopt bij... Nou, daar hebben ze niks meer over. Eerst Gert van Brakel, nou Ferry Maat ook al weg. Ja, 31 december. Jammer, hè. Nou ja, niks aan de... Maar een goede mededeling is dat de fanclub van meneer De Groot zal in samenwerking met de stichting Correlatie... Mensen, we gaan vier praatmiddagen... Ik hoor de eindje, hoor. ...organiseren voor mensen die het er moeilijk bij hebben. Dus als u in geestelijke nood bent, omdat Ferry Maat is gestopt bij de NCRV, dan moet u even bellen met het secretariaat van de fanclub van meneer De Groot. 2 LL in Hilversum. Of even via de e-mail. Tik voor elkaar. Staatje Tros.nl. Ja, dat is het eigenlijk wel. Ik geloof dat we alles gezegd hebben. Jij hebt het gezegd, Toos. Ik heb ook niks. Deze even zeggen dat ik in hoger beroep ga. Want ik vind dat natuurlijk niet met je rijden. Dan kun je wel nog. Dat is wel duidelijk, was. En dat zien we dan volgende keer wel. Mocht u nog iets te vragen hebben, we zitten ook op de website bij de Tros. U kunt ons overal vinden de hele week te bellen.